Het directoraat Cultuur heeft vandaag de jongerencampagne Wij erven deze stad gelanceerd. Deze campagne is onderdeel van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP. Clifton Braam, onderdirecteur Cultuur, benadrukt dat het allemaal gaat om het behoud van het Surinaams erfgoed. Jongeren moeten snappen dat de stad aan hen wordt overgelaten. En wat wij hebben aan erfgoed, zijn we heel erg rijk. Maar soms is dat besef er niet echt. En de binnenstad, de historische binnenstad van Paramaribo, is ook een geweldig erfgoed. En het staat niet zomaar op de wereldlijst van UNESCO, ja, als erfgoed, werelderfgoed. Maar wat gebeurde er? Door de jaren heen, slecht onderhoud, waardoor mensen niet meer geïnteresseerd waren in die binnenstad. Mensen trokken weg. Panden die lagen er en staan er verwaarloosd bij. Niet mooi om te zien. En er gebeurde weinig. Tot nu toe eigenlijk. En dan krijg je op een gegeven moment te horen dat je de status dreigt te verliezen. Natasha Deul, projectcoördinator van PURP, hield de jongeren voor wat het project precies inhoudt. Ze gaf aan welk gebied van de binnenstad is opgenomen op de werelderfgoedlijst. Voor Zeelandia tot de Dr. Sophie Rutmanstraat gaan we richting Grote Combiweg, Zandammerdijkstraat en terug. Dus dat is om een beeld te geven van het gebied dat onze historische binnenstad is. Ja? Iedereen heeft de folder gehad. Oké, prima. Dus daar zijn de bufferzones en de omtrek in aangegeven. We vinden het belangrijk dat de studenten voornamelijk weten waar het om gaat, waarom Suriname, dus Paramaribo, op onze werelderfgoedlijst staat, de status van onze werelderfgoed site Paramaribo en wat we ermee gaan doen. PURP is gestart in 2017. Er zijn gesprekken begonnen vanaf 2014 eigenlijk, maar het programma zelf is in 2017 ondertekend door de staat Suriname. De jongerencampagne heeft als doel dat jongeren voorstellen doen voor duurzame ontwikkeling en behoud van onze historische binnenstad. Vandaag was het de beurt aan de studenten van de Anton de Kom Universiteit en het NATIN. De campagne is gelanceerd in het IGSR-gebouw.